NEC werd vrijdagavond op een kansloze 3-0 nederlaag getrakteerd door hekkensluiter FC Den Bosch. Een aangeslagen Joshua Smits en trainer Adrie Bogers reageerden na afloop. Adrie Bogers, vorige week spraken we elkaar ook na een mindere wedstrijd die nog werd gewonnen. Is het nu weer een mindere wedstrijd, maar verloren? Nou, we begonnen slecht, vond ik. En daardoor kreeg Den Bosch, dacht ik, 1 of 2 kansen. Toen had ik het idee van daarna dat we het overnamen met volgens mij een paar goede kansen van ons. Dan ontstaat die tegengoal door een foutje van de keeper. Ik had het idee dat we daarna nog 1 of 2 kansen eigenlijk kregen die we normaal gesproken maken. Maar die maak je niet. En uiteindelijk scoren hun zeg maar, vanuit de omschakeling de 2-0. Ja, dan probeer je in de rust wat dingen nog bij te sturen en aan te geven. En je probeert met wissel nog iets te forceren. Ja, ik moet zeggen dat we hebben wel volgens mij behoorlijk de bal gehad. Maar ik had het idee dat we de eerste helft meer kansen hebben gehad dan de tweede. Joshua, wat was dit voor een avond in Den Bosch? Afgetroefd op mentaliteit, denk ik. Totaal niet scherp begonnen de wedstrijd. Niemand niet. En in de eerste helft een legio aan kansen gehad nog. Die maak je niet. En dan uiteindelijk verlies je een ploeg die eigenlijk dan uiteindelijk de hele tweede helft vol voor de goal ligt. Was het plan voor die tweede helft om meer kans te kunnen creëren? Ja, in principe met Anders erbij een aanvaller meer. Om te zorgen binnen die 16 dat we daar gevaarlijker zouden worden. Maar dat viel tegen. We hebben heel veel de bal gehad, maar uiteindelijk heeft dat niet geleden tot kansen. Atjaba was ook heel veel aan de zijkant geplakt. Was dat ook het plan? Want hij is natuurlijk een centrumspits, maar hij zat heel veel aan de zijlijn. Ja, ik had eigenlijk met hem afgesproken dat hij samen met Sven zou spelen. Alleen door de positiewisseling met Ferdi wel eens kon hij een aantal keren aan de rechterkant uitkomen. Maar ja, hij had in principe wat meer centraal moeten blijven. Was het niet mogelijk om dat vanaf de zijlijn nog bij te sturen? Ja, ik heb dat een paar keer proberen aan te geven. En volgens mij in die eindfase kreeg je wel dat hij wat meer in de 16 speelde, zeg maar, bij Sven. Een aantal keren kon ik hem daar niet in bereiken. Maar ja, dat is dan jammer. Kon je hem wel bereiken bij de penalty situatie? Want er was ook even wat consternatie. Wie moest die penalty precies nemen? Hoe zit dat? Ja, wij hebben eigenlijk gewoon de vaste afspraak dat Breinburg is eerste man en Arnoud is tweede man. Ja, dus vanuit die optiek hebben wij gezegd dat Arnoud hem moest nemen. Daar ontstond nog wel wat frustratie na de gemiste penalty van Groeneveld. Dat Atjebar lichtelijk geïrriteerd daarover was, zag ik op het veld. Ja, ik was ook lichtelijk geïrriteerd dat hij misging. Maar we hebben gewoon de vaste afspraak, dus ja, dat is volgens mij duidelijk. Ja, want eerlijkheid gebied te zeggen dat het al 3 weken niet heel goed is, maar dat er nog wel punten worden gepakt. Vorige week gewonnen, de week daarvoor gelijk gespeeld tegen Go Ahead. Maar tevredenheid over het spel was er niet. En vandaag krijg je daar eigenlijk meteen de rekening voor gepresenteerd. Ja, klopt, dat zeg je goed. Ik denk dat wij gewoon met z'n allen weer heel goed bij elkaar moeten zitten deze week. Wat wij anders moeten doen. Want we hebben een goede groep, we hebben echt goede voetballers. Alleen als je niet op 100% deze wedstrijden ingaat en speelt, dan zie je dat je gewoon ook van een ploeg als Den Bosch kunt verliezen met 3-0. Je hebt een goede groep, maar is het ook een goede groep, is dan mijn vraag. Als ik kijk naar bijvoorbeeld die situatie met die penalty, hè, wie neemt die penalty, wat frustratie over en weer. Is het ook een groep of hebben jullie een goede groep? We hebben een groep, ja. En daarmee moet je eigenlijk gewoon ook mee kunnen strijden om de titel. Ja, zeker. Zeker. Dus, denk ik, dan is dit een misstapje. Een grote misstap, ja. En dan moeten we echt volgende week volle bak anders gaan doen. Want anders dan krijg je hem weer op je neus. Vorige week vroeg ik je ook, wat moet er nu gebeuren om dit te kunnen veranderen? En je zei toen koppen bij elkaar, hard werken en ervoor gaan en dingen omzetten. Maar ik heb het idee dat het eerder dan een dalende lijn op dit moment is dan een stijgende lijn. Nou ja, als je kijkt inderdaad naar zeker de uitslag en af en toe het spel. Kijk, we hebben heel veel de bal gehad. Alleen nogmaals, daar hebben we eigenlijk de tweede helft heel weinig uit gecreëerd. Ja, en dan kun je ook niet scoren. Dus ja, inderdaad, lastig. Kijken hoe we dit op kunnen pakken. En volgende keer is weer een andere tegenstander met een andere manier van spelen. Maar ja, dat het duidelijk beter moet, dat is wel helder.